Willem-Alexander en Maxima in het Turkse dorpje Kayapinar. In Turkije zelf waren ze er ook enigszins verbaasd over. Want Kayapinar of all places, wat heeft dat kleine bergdorpje nou voor bijzonders te bieden? Kayapinar ligt in the middle of nowhere, 65 kilometer boven de grote stad Kayseri. Het dorpje is zo klein dat het niet eens op de kaart staat. Waarom komen de toekomstige koning en koningin van Nederland juist daarop af tijdens een officieel bezoek aan het land? En wat doen Dordtse hoogwaardigheidsbekleders en al die cameraploegen in dat kleine plaatsje in midden Anatolië? Nederland halverwege de jaren 60. Vanwege ontwikkelingen in de industrie is er grote behoefte aan arbeiders. De Nederlandse regering sluit wervingscontracten af met landen als Italië, Griekenland, Joegoslavië en Turkije. Er zijn mannen die met een contract hier naartoe reizen, maar ook arbeiders die op de Bonnefoy komen, omdat er zoveel werk te vinden is. Deze migranten, ofwel Gurbetsji, zoals ze in eigen land genoemd worden, laten huizenaard achter om hier geld te gaan verdienen. Dat gebeurt in de hoop later weer terug te keren en het in het land van herkomst beter te krijgen. Met name in Turkije is de economische situatie slecht en heerst er veel armoede. In Dordrecht komt de migratie van Turken in 1967 op gang. De eerste pensions waar de gastarbeiders wonen zijn gevestigd aan de Buitenkalkhaven. Later verspreiden de gastarbeiders zich over de stad. De meesten gaan wonen in Crispijn, het Reeland en het Lijnbaangebied. Aan de migratie van de Turken naar Dordrecht is een bijzonder fenomeen verbonden. Terwijl duizenden Turken uit alle delen van Turkije in verschillende steden in West-Europa gaan werken, is het merendeel van de Dordtse Turken afkomstig uit één gebied. Sterker nog, de meesten komen uit hetzelfde dorp. Een klein bergdorpje, 65 kilometer ten noorden van de grote stad Kayseri. De gemeente is zo klein dat het niet eens op de kaart staat. Maar wie ernaar vraagt, zal het zeker vinden. Sinds kort kent namelijk iedereen het. Kayapinar. Op de kaart gezet door een Hollandse prins en zijn Argentijnse geliefde. Willem-Alexander en Maxima bezochten Kayapinar om er een tentoonstelling te openen. Een tentoonstelling over een unieke migratie. Een tentoonstelling ook die het resultaat is van een vruchtbare samenwerking tussen een groep Turkse jongeren, aangesloten bij de Dordtse stichting Tuana, en het Stadsarchief. In 2001 sloegen zij de handen ineen en werd het project Turkse Dordtenaren generaties later geboren. Nu, in 2004, is er een boek en een tentoonstelling waarin de migratiegeschiedenis is vastgelegd. Ahmed Karapinar is gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid en maakt onder meer deel uit van de commissie die gaat over het integratiebeleid. Karapinar is als oprichter van de stichting Tuana een van de motors achter het project Generaties Later. In het dagelijks leven is Karapinar werkzaam voor het Centrum Integratiebevordering. Vanuit die positie reist hij naar zijn geboortedorp om het bezoek van Willem-Alexander en Maxima mee te maken. Tijdens dat bezoek kwamen de generaties letterlijk samen. Die ochtend heb ik samen met hem ontbeten, want ik had hem maanden niet meer gezien. En hij vroeg expliciet of ik hem kennis kon laten maken met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Ja, ik zei, ik wil alles voor je doen, maar ik weet niet of ik dat kan garanderen, want er is een protocol en het is niet zo makkelijk om de protocol door te breken. Maar hij wilde per se kennis maken en ik dacht van ik zal mijn best doen. Op een gegeven moment was de tentoonstelling geopend en ik was met prins Willem-Alexander en Maxima in gesprek over het project. En op een gegeven moment zag ik mijn oom en opa naast me staan. Hij werd door de beveiliging heen gelopen. En hij zei van ik wil toch per se kennis maken, wie is de prins en de prinses? Ik zei van tegen de prins Willem-Alexander, ik zei van prins Willem-Alexander, dat is mijn opa en hij is een van de oudsten van het dorp.
Dus hij heeft even kennis gemaakt met mijn opa. Hij heeft Maxima erbij gehaald van dit is de opa van meneer Karapinar. En ze hebben even kennis gemaakt en mijn opa heeft ze uiteraard van harte welkom geheten. Unieke gelegenheid, moet ik zeggen, dat vergeet je nooit meer van je leven. Ze waren heel aardig, ik vond ze heel warm en spontaan. Dus het was een heel goed gesprek, zal ik maar zeggen. Waar hebben jullie het over gehad? Ja, goede vraag. Ik heb begrepen dat ik niet alles mag vertellen waar we het over hebben gehad. Ja, maar het was een informeel gesprek. Ik heb wel gevraagd van wie de beste Turkse speler was in Turkije. Ik ben een groot fan van Hakan Şükür, zal ik maar zeggen, van Galatasaray. En ik wilde graag horen dat hij zei van ja, Hakan Şükür is volgens mij de beste spits van Turkije. Maar hij zei ja, Pierre van Hooijdonk uiteraard. Naast de gesprekken over voetbal hebben Willem-Alexander en Maxima zich volgens Karapinar een beeld proberen te vormen van de situatie in Turkije. Uit gesprekken met remigranten blijkt vooral dat de teruggekeerde gastarbeiders ontevreden zijn over het feit dat de Nederlandse regering kort op hun AOW. De jongeren uit het dorp klagen vooral over de grote werkloosheid. Karapinar ligt in een bergachtig gebied met een landklimaat. De winters zijn er koud, de zomers warm. In de zomermaanden leven ongeveer 3 keer zoveel mensen in Karapinar. De rest van het jaar wonen ruim 2400 mensen in het dorp. Dat betekent dat de bevolking van Karapinar in Dordrecht inmiddels groter is dan de bevolking in het dorp zelf. Karapinar is betrekkelijk jong. Het dorp werd gesticht in 1968. Daarvoor woonden de mensen in Kocuk Turaman, maar dat lag nogal ongunstig. Het dorp werd vaak getroffen door overstromingen. Daarom werd Kocuk Turaman achtergelaten en Karapinar opgebouwd. Mannen die het dorp inmiddels verlaten hadden en hun geluk beproefden in Europa, stuurden geld naar hun families in Karapinar. Met dat geld konden huizen worden gebouwd en groeide het dorp. Maar de omstandigheden waarin de mensen leefden waren niet te vergelijken met de standaard in het westen. Turkije zat economisch aan de grond en steeds meer mannen trokken weg. Sommige van hen hadden contracten bij bedrijven, maar met name de arbeiders die naar Dordrecht kwamen, hadden niets. Ze hadden slechts via mond-op-mond reclame gehoord dat hier meer en beter werk was. Als je de migratiegeschiedenis van die groep bekijkt, dan zie je ook dat ze niet rechtstreeks, zeker de eerste niet, zijn niet rechtstreeks naar Dordrecht gekomen, maar zijn eerst in de Belgische mijnen gaan werken, vonden dat werk erg gevaarlijk en gingen van daaruit op zoek naar ander werk. De grote groep is toen in de buurt van Tilburg gaan werken, in de lerenindustrie en de textielindustrie. En vervolgens zijn ze pas van daaruit in een flinke grote groep hier in Dordrecht terechtgekomen. En dat noem je ook wel kettingmigratie, dus dat via dat patroon van mond-op-mond reclame, dat familieleden, kennissen elkaar volgen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat het feit dat hier zoveel mensen uit Karapinar wonen, dat min of meer toeval is geweest. Is puur toeval. De eerste gastarbeiders werden opgevangen in zogeheten pensions, onder meer gevestigd aan de buitenkalkhaven. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de arbeiders daar een periode verbleven en vervolgens weer naar het land van herkomst terugkeerden. Maar dat gebeurde niet. De situatie in Turkije bleef slecht en het leven in West-Europa was duur. Veel arbeiders bleven daarom langer van huis dan gepland. Omdat het beleid van de overheid gericht was op het binnenhalen en later weer uitzwaaien van de gastarbeiders en juist niet op integratie, raakten de arbeiders geïsoleerd. Als je die mensen spreekt, dan valt op hoe eenzaam men die periode vond. Je moet niet vergeten, mensen kwamen hier naartoe uit Turkije. Was toen voor het gevoel ook veel verder weg dan nu. Communicatiemiddelen waren natuurlijk nog niet vergelijkbaar met nu. Er waren niet allerlei reportages op tv waarin men al wist hoe Nederland eruit zag. Dus men kwam ook op de Bonnefoy hier naartoe zonder enige kennis van waar het land nou precies lag. Wat voor klimaat men kon verwachten, hoe de mensen waren, de gewoontes. Daar kwam men in een pension terecht. Daar moest men het verder zijn weg zien te vinden. Toen bleek dat de gastarbeiders langer bleven dan gepland, wilden velen hun gezinnen laten overkomen. Hiermee begon de gezinshereniging. Het was een heel lange reis, moet ik zeggen. En ik wist niet eens waar ik naartoe ging.
Ik wist wel dat we naar het buitenland zouden gaan, maar ik wist niet wat het buitenland was. Of sowieso in Nederland wist ik helemaal niet waar we naartoe zouden. Ja, een jongetje van 5,5 of 5,5 jaar. Heb je weinig voorstellingsvermogen van een ander land. Dit was jouw eerste huis? Ja, hier kwam ik in 1979 dus wonen. Aan de Riaalstraat 7. Als je nou terugkijkt, hè, wat was nou het grote verschil tussen de huizen hier in Nederland en in Carrapina? Nou, als je kijkt dan zie je rijtjeshuizen hier allemaal. En daar heb je gewoon eengezinswoningen. Daar zijn de woningen iets kleiner. In die tijd wel dus. En kom je hier in zo'n straat met allemaal woningen die aan elkaar... Toen ik hier kwam, 5,5, dus dacht ik van... aan elkaar gelijmd of zo, weet je wel. Al die woningen naar elkaar. Kwam een beetje raar over. Geen weinig kleine tuintjes. Achterin hebben we wat tuin, maar voor de deur helemaal geen tuin. Dat was het eerste wat me opviel toen. Het leven in Carrapinar was en is nog steeds totaal anders. De huizen staan er vrij, maar de straten zijn slecht onderhouden. In de afgelopen jaren zijn er meer voorzieningen gekomen. Maar in veel opzichten is Carrapinar nog steeds een dorp waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Het geloof speelt een belangrijke rol in de samenleving. De moskee in het dorp zit altijd vol. Ook de oude moskee in het verlaten dorp Kocuk Toraman is nog steeds in gebruik. Het heiligdom wordt gebruikt om overledenen te wassen en op te baren. Tijdens het vrijdaggebed en op feestdagen is de moskee ook geopend. De Turken vormden halverwege de jaren 70 de grootste groep migranten in Dordrecht. De van oorsprong islamitische Turken konden echter nergens terecht om hun geloof te belijden. In Carrapinar was een moskee, maar in Dordrecht waren alleen kerken. In 1974 kwam daar verandering in. Aan de Mattensteiger werd de eerste moskee van Nederland gevestigd. De spreekgestoelten werden door een Turkse timmerman vervaardigd. En ook verder is de moskee geheel ingericht volgens de voorschriften van de Koran, het heilige boek met de openbaringen van de profeet Mohammed. Zo hebben de Mohammedanen in de hele regio Dordrecht nu een geschikte ruimte om de hun door de islam opgelegde godsdienstige plichten op voorgeschreven wijze te vervullen. Dordrecht was dus vooruitstrevend in het realiseren van voorzieningen voor Turken. Inmiddels was het de overheid ook wel duidelijk dat de gastarbeiders langer zouden blijven. Toen de gezinshereniging op gang kwam, gingen Turkse kinderen voor het eerst naar Dordtse scholen. We kregen een rekensommetje van mevrouw Hopman was, geloof ik. En ik kwam er niet uit. En uit schaamte begon ik te huilen en nam ze me op haar schoot. En dan, het komt wel goed en dit en dat. En dat kan me nog heel goed herinneren, want zulke dingen vergeet je nooit. De eerste generatie gastarbeiders kwam na de gezinshereniging voor een dilemma te staan. Blijven of terugkeren? De meeste gastarbeiders uit Carrapinar bleven. Maar de twijfel over met name de toekomst van de kinderen was groot. Hij was bang dat we zouden vernederlandsen, zei hij. En met dat idee was er meer ingepraat door zijn vrienden en kennissen van ja, ze moeten ook iets van Turkije leren en van hun eigen cultuur leren. Met dat idee heeft hij ons weer teruggebracht naar Turkije, was in 83. Daar heb ik toen de vierde en de vijfde klas van de basisschool gedaan. Een jaartje middelbaar onderwijs en 86 dacht mijn vader van nee, ik wil mijn kinderen niet daar laten, ik mis ze zo. En dan wil ik, en straks ben ik te laat voor een toekomst hier in Nederland, dus ik zal ze weer terugnemen. Dus heeft hij na 3 jaar ons weer teruggebracht hier naar Nederland. De tweede generatie ontwikkelde zich dus vooral in Nederland, maar kreeg wel veel mee van de Turkse cultuur en de omgangsnormen uit Carrapinar. De gemeenschap van Turken uit Carrapinar ontwikkelt zich in het dorp zelf anders dan in Dordrecht. Sommige mensen hier, die denken nog steeds in de jaren 60, vooral de eerste generatie toen ze vertrok, van dat de Carrapinar zo is gebleven. Maar qua gedachten dan, want qua uitstraling of qua fysieke gesteldheid is het heel anders geworden. Maar qua gedachten zijn ze nog steeds de eerste generatie denken van ja, die mensen in Carrapinar zullen wel zo zijn. Maar
zijn in de tussentijd zo gemoderniseerd en zo veranderd dat ze ook, vooral de eerste generatie, heeft daar echt moeite mee. Een verloving in Kaya Pinar. Vorig jaar bericht het documentaire programma Zembla over de zorgwekkende huwelijksmigratie vanuit Turkije naar Nederland. Kaya Pinar werd daarbij als voorbeeld gebruikt. Soms waren er zelfs meerdere bruiloften op één dag. Maar volgens het Stadsarchief is er geen reden tot paniek. Je ziet zeker in die eerste periode dat grote groepen van die tweede generatie bevolkingsgroep, dat die ook een huwelijkspartner nog uit Turkije haalt, uit Kaya Pinar en omgeving. In feite zitten we nu in de fase waarin dat wel begint af te nemen. En de verwachting is dat dat natuurlijk ook, als je dat vergelijkt met andere migratiepatronen uit het verleden, dat het ook binnen één of twee generaties ook echt tot het verleden gaat behoren. En dus je kunt, als je naar de geschiedenis van de migratie kijkt, kun je dat soort patronen natuurlijk wel uit al die migratiebewegingen afleiden. En dat betekent ook dat je soms ook wat kunt relativeren over het paniekvoetbal wat soms ook gespeeld wordt, omdat we onze blik niet veel verder leggen dan een paar jaar. Ik verwacht dat de komende 5 jaar, zelfs in 3 jaar, drastisch zal dalen. Want mijn broertje is ook hier getrouwd, in oktober is hij getrouwd hier. Maar mijn kinderen zullen niet in Kaya Pinar trouwen. De generatie na ons zal niet in Kaya Pinar trouwen, of niet in Turkije. Nee, terwijl, de cultuurkloof wordt echt te groot. Toch proberen nog steeds veel mensen weg te komen uit het dorp. Er is weinig toekomstperspectief, omdat er nauwelijks werk te vinden is. In de afgelopen 30 jaar wilden gastarbeiders die in Dordrecht werkten voorzieningen treffen en werkgelegenheid scheppen voor familie in Kaya Pinar. Enkele honderden gastarbeiders investeerden in de bouw van een fabriek. Het moest een schoenfabriek worden, zo'n 5 kilometer buiten Kaya Pinar. Het plan werd inderdaad gerealiseerd, maar toen het gebouw er eenmaal stond, was er geen geld meer om het productieproces op gang te brengen. De fabriek staat nog steeds leeg. De laatste jaren is nagedacht over de functie die de fabriek moet vervullen. De burgemeester wil er graag een baksteenfabriek van maken. Wethouder Hans Picht heeft tijdens het bezoek aan Kaya Pinar geopperd om er een champignonkwekerij te realiseren. Een idee dat de burgemeester verder laat onderzoeken. Daarnaast probeert het bestuur in het dorp de jeugd te behouden en zelfs kennis aan te trekken. Studenten kunnen bijvoorbeeld gratis met de bus naar de grote stad Kayseri. Hierdoor kunnen ze in Kaya Pinar blijven wonen. Ook worden nieuwe wegen aangelegd, is er een compleet nieuw gemeentehuis uit de grond gestampt en zijn er 2 internetcafés in het dorp gevestigd. Toch trekken nog steeds veel jongeren weg. En de remigranten zijn vooral ouderen. Gastarbeiders die zijn teruggekeerd. En in de toekomst zullen steeds minder mensen terugkeren. De tweede generatie zal volgens Ahmed Kaya Pinar waarschijnlijk de oude dag in Nederland slijten, maar nog wel begraven willen worden in Kaya Pinar. Bij de derde, de vierde en de volgende generaties zullen de banden met Kaya Pinar zeer waarschijnlijk geleidelijk verzwakken. Wij dachten van als na 100 of 150, 200 jaar onze kleinkinderen, zal ik maar zeggen, hier in Dordrecht zijn en ze vragen zich af, waar kom ik vandaan? In die tijd, ik denk dat ze na 100 jaar of zo niet naar Kaya Pinar of zo zullen gaan. Als ze denken van waar kom ik vandaan, dan kunnen ze gewoon naar het Stadsarchief gaan en alles over hun verleden vinden. Waar ze vandaan komen, hoe ze zijn gekomen, hoe hun ouders, voorouders hier naar Nederland zijn gekomen, hoe hun voorouders, dus de eerste generatie gasthouders en wij dan dus, hoe hebben ze hun eerste jaren beleefd, hoe hebben ze die ontwikkeling meegemaakt, dat soort gegevens kunnen ze allemaal in het Stadsarchief vinden. En dat vind ik een schat van informatie dan. En dan kan Dordrecht via deze weg aan hen vertellen dat het vastleggen van die geschiedenis reeds in 2001 begon met een samenwerkingsverband tussen deze 2 partijen. Een samenwerking die verzilverd werd met een boek en een tentoonstelling. Geopend door prins Willem-Alexander en prinses Maxima uit lang vervlogen tijden.